Cut. It's about damn time. In deze video hebben we het over missionaris. Omschrijf dat standje eens in één woord. Is mijn favoriet wel? Intiem. Ik denk aan oogcontact. Lovemaking. Switch. Starter. Romantisch. Super. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Ja, oldschool zou ik zeggen. Standaard. Voor mij is het passie, denk ik. Heel intiem. Variatie. Fundering van seks. Go to. Dat is eigenlijk twee woorden. Leuk. Nee. Leuk, maar missionaris in één woord. Oh. Romantisch. Romantisch? Romantisch. Romantisch, ja. Want je kan oogcontact passievol maken. Oké, vertel. Waarom dit woord? Ja, dat aankijken ben ik van. En dat je gewoon... Ja. Ja, ik vind het gewoon perfect moment om elkaar heel intens en diep in de ogen aan te kijken. Daarom vind ik het romantisch, omdat je echt oogcontact kunt hebben. Ja. Dus je kan heel goed zoenen, je kan elkaar aankijken. Ja. Ja, dat vind ik toch wel heel chill. Nou, het is eigenlijk een soort van het basisstandje waarmee je heel veel, waarbij je heel veel verschillende kanten op kan. Dus je kan bijvoorbeeld iemands benen pakken. Juist. Juist. Ja. Ja. Je kan iemand, iemand omdraaien. Huh? Als je bezig bent met iemand en dan ineens switcht. Dus dat jij op je rug gaat liggen. Ja, op die manier. Oké. Okay. Ja. Ja. Je begint niet met doggy style. Soort van, dit is wel echt... Dat is ook de eerste wat ik... Toen ik voor het eerst seks had, is dat wat je doet? Dat is wat je... Zeker, het is heel erg inderdaad de basishouding. Vanuit daar breid je uit. Ik denk dat ook een beetje een soort van idee, en dat komt denk ik ook door porno, dat mensen die nog niet zo vaak seks hebben gehad, allemaal maar denken van, oh, je moet allemaal om de vijf minuten allemaal als een of andere circus acrobaat door de kamer heen vliegen. Gewoon missionaris is gewoon prima. Ja. En als je dat allebei prettig vindt, dan is het prima om dat te doen. Hoe was jullie laatste keer dan? Ja, leuk. Ik vind het wel, het is denk ik het standje dat ik het vaakst doe. Mijn laatste keer missionaris was heel mooi, heel lief. Je voelt gewoon alsof je helemaal samensmelt. En ook omdat je hart zeg maar zo dicht bij elkaar is. Mm-hmm. Dat voor mij een van de fijnste standjes is. Omdat je echt in connectie met iemand bent. Ik kan helemaal aankijken. Ja, oh, yeah. Yes. Ja, yeah, love it. Yeah. Gewoon lekker in elkaars mond spugen. Ja, het is gewoon lekker lui en dat is soms ook wel fijn. Missionaris en bij ons... is niet per se een standje wat elke seksbeurt voorbij komt, maar als ze het dan hebben, dan is het inderdaad wel heel intens. Je hebt zeg maar zoveel mogelijkheden en voor mij ook even tijd om te chillen nadat ik vet lang bovenop ben geweest. Dus. Voelt het ook echt als overgeven in dat standje? Ook dat. Take me. Ja, echt. Ja. Heerlijk. Wanneer het zeg maar werkt of zo, wanneer het goed gaat, word ik een beetje verliefd ook of zo. Dan voel ik me echt zo met iemand of zo. Het is zo moeilijk uit te leggen op zo'n moment, want je bent natuurlijk echt in een moment. Ik ben zo'n persoon van, als het heel goed is in dat geval, was het is heel diep en romantisch en intiem. Dat ik wist niet zelf waar ik eigenlijk was. Ik was gewoon met haar bezig, alles om me heen. Wat bestond er eigenlijk niet? De wereld stond eigenlijk even stil. Ik voelde me heel erg op mijn gemak ook. Welke tip zou je geven als het gaat om missionaris? Zoenen. Ga lekker zoenen. Buiken tegen elkaar. Dat vind ik wel echt. Mm, maar dat is lastig voor de man hoor. Die moet twerken. Oh ja? Ja, als die de buik gewoon op jouw buik moet leggen, dan moet die gewoon die kont gaan swingen. Het gaat er niet alleen maar om dat je gewoon heen en weer gaat. Dus de manier waarop je heen en weer gaat is denk ik belangrijker. Wat ik laatst geprobeerd heb, was als je een kussen hebt, om die dan onder haar kont te zetten. Ja, dat is de lifehack. Dat is de lifehack. Dat is de lifehack. Ja. Dat is hem. Dat kan ik beamen. Ja. Ik vind het vooral heel erg lekker als mijn partner of de man dan zo, die zit meer, dus die buigt niet voorover, zodat ik bij mijn clitoris kan. Mm. Want dan kom ik gewoon gelijk. Ja. Nou ja, het ligt ook heel erg aan de vorm van de desbetreffende persoon. Uh-huh. Zeg maar. Gewoon omdat zijn vorm. Hoe was het, naar beneden of zo? Zo. Zo, zeg maar. Maar bij hem was het zo. En toen zei hij, au. Ik denk, wat is er nou weer? En hij deed dat en toen was het ineens goed. Dus Het kan gewoon aan de vorm liggen. Dat het gewoon nodig is, zodat het past, zeg maar. Kijk of je met leuke muziek op de background kan zetten, waar je zeg maar, samen ook in weg kan gaan dromen en tegelijkertijd ook met elkaar bezig kan zijn. En wat moet je liever niet doen? Ja, als je je been omhoog doet, dan is dat soms wel pijnlijk.
Als het dan te hard of te diep gaat. Ja. Als ik mijn been omhoog doe met missionaris, dan gaat het veel dieper erin dan. Oh. Ja, dan. En dan kan het ook eerder pijnlijker zijn dan. Dus doe gewoon, begin gewoon rustig met je benen uit elkaar in plaats van meteen in zijn nek. Denk niet aan, oh ja, ik moet nog daar. Oh ja, ik moet nog even hier en even mijn mond kussen en aankijken. Nee, doe gewoon wat je gevoel zegt, maar ja, makkelijker gezegd dan gedaan. Niet te veel je bekken kantelen, zeg maar, naar omhoog. Want dat is dus dat standje bij mij waar het dus dan uit kan glippen. Ah, en ja. Dan in je andere gat, zeg maar. Ja. Als bijvoorbeeld een meisje overdreven kreunt, het moet gewoon op een natuurlijke manier gaan. Ja, als je geniet en je maakt geluiden vanzelf, heb je het vaak niet eens door. En dat is gewoon prima. Oké. Laten we eens kijken naar de video van de dag. Oké, let's go. Nee. Oh. Ah, oh, dit is ook... Oké, meteen piemel. Ja. Ja, het is heel duidelijk. Dat is die struggle waar we het over. Ja. Kijk je vaak samen porno met je partner? Ik heb dit 1 keer gedaan in mijn hele leven. Wil jij ook zien hoe je op een prettige manier seks hebt? Ga naar npo3.nl voor meer video's van Sexpedia.